ga je dus naar Bellingcat YouTube is. Tulbandmuts op. Pulep, 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 pulep. Kijk, oh, hemeltjes. Wow. Kom maar. Weet je waar je moet lopen? Hè? Misschien dat het nu zo meteen ontploft. Kijk. Olifantspoel. Daar zitten we dan. Dat is de bedoeling. Toch wel lekker zijn. Wie heeft dat gedaan? Vloggers. Leuk dat je vandaag weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is dinsdagochtend. We zijn lekker op tijd uit bed. We hebben lekker een broodje gegeten. Ja. Luxie is mama helpen aankleden. Ik laat nu even de hondjes uit en dan gaan we naar school. Nou, heel veel plezier, hè? Ja. Tot straks. Doei. En goedemorgen, Woezel. Goedemorgen. Was je al even uit de bench hier op dit stoeltje gaan zitten? En daar is Pipje. Pip, ga je even mee wandelen, schatje? Gaan we even wandelen? Ik laat de honkjes even uit, hè? Doen jullie je schoenen en jas aan? En dat laatste broodje even eten, goed? Ja. En wat is het vandaag weer een prachtig mooie nieuwe dag. Lekker fris, beetje vorst aan de grond gaat volgens mij. Maar dat mag de pret niet drukken. Kom op, Pip. Plasje op het raasje. Kom op. Even de broodje steken. Nou, woeselaar, wijs handje. Heb je een lekker plasje gedaan op een koude grasje? Beetje net, hè? Oh, ik ben helemaal net. Wat zeg, woes? Wat zeg je plezier? Zo, ja, ook helemaal nat. Ach, jongen, het gras is zo nat. Kom, ga naar huis. Kijk eens aan de schok, kom. Goedemorgen, Luxie. En mama. Goedemorgen. Goedemorgen, op naar schooltje. Tot straks, lieve kinderen. Ga jullie nu al missen. Ja. Tot vanmiddag. Is Luxie aan het spelen? Luxie heeft het handtasje genomen. En we zitten hier weer op kantoor bij Bellingcat TV van onze app. Oh, niet het eruit. Oh, ga maar pakken. Nou, ga maar pakken. We zijn nu ongeveer de eerste week in januari zijn we nu in. En tot nu toe is er nog niet echt iets heel bijzonders aan de hand met ons kanaal. En als je gemengd publiek hebt, dan mag je dus je kanaal instellen voor kinderen boven de 13. Of voor volwassenen boven de 13. Dat hebben we dus gedaan met ons hoofdkanaal. En dat is dus de reden dat jullie ons dit jaar gewoon lekker zien. En dat onze vlogjes gewoon nog doorgaan. En dat dat allemaal... nog gewoon helemaal is zoals het was. En super blij eigenlijk dat het eigenlijk best wel mee is gevallen. Ondanks dat zijn we wel heel erg druk bezig met onze app. Om die te updaten en te vernieuwen. Je kunt je sowieso gratis registreren op de Bellingcat webversie. Dan ga je dus naar bellingcat.tv en dan kun je dus gratis op registreren. Dit is dus wat je dan te zien krijgt. Hier krijg je eigenlijk al onze video's te zien in de webversie, zeg maar. Dit is ook in een app. Die app kan je downloaden en dan kan je gewoon al onze vlogjes in een app zien. Alleen de app voor de iPhones, die zijn we nog even aan het updaten. Omdat daar, we hadden wat updates gemist. En zijn we achter de schermen nog even druk mee bezig. Als dat allemaal kan, dan zullen we je op de hoogte brengen. We hebben ook nog heel veel andere superleuke dingen wat we willen gaan doen in de app. Dus in onze eigen Bellingcat TV app, wat niet op YouTube is. Nee. Maar daarover kunnen we nog niet heel veel vertellen, want we zijn nog druk bezig met allerlei leuke plannen. Maar dat gaan jullie het komend jaar vanzelf allemaal zien. Vandaar dat we eventjes hier gezellig, nu nog met z'n tweeën, maar zometeen komt de rest ook, even samen zitten om wat dingetjes uit te werken voor het nieuwe jaar. Zo zeg, tot vanmiddag. Nou, ik ben even met Luxie lekker een rondje aan het wandelen. Hier bij ons in het park. Ik zit een hele leuke tulbandmuts op. Wat zit jouw muts? We wilden de eendjes gaan voeren, maar ik zie niet zo heel veel eendjes. Oh, ik zie er eentje voorbij komen. Kijk. Ik zie eentje voorbij komen. Eén eentje. Kijk. Is dat Luxie? Ja. Ja, kijk, dan heb je hier een oud bolletje. En dan gaan we dat naar het eendje gooien. Goed? Kijk. Eentje. Oh, daar komen de meeuwen. Ah. Zie je dat, Luxie? Hé, hey, pakken de meeuw in het bolletje. Kom hier bij mama. Hand. Poele, 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 eentje. Poele, 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 eentje. Ah, kijk dan. Ah, helemaal vol met meeuwen, zoals jullie zien. Ik wil één eentje voeren, maar... Zo. Zie je al die meeuwen die ik zie? Wow. Wow. Hier komen alle meeuwen aan. Zie je dit? Wow, ze vechten op een klein stukje. Zie je dat, Luxie? Ah, daar zijn al twee eendjes. Volgens mij hebben de eendjes nog niks gehad. Hé, dat is eentje. Allemaal eentje? Ja, dat zijn alle vogels. Zo.
Kijk, oh. Woe. Ze vechten om de broodkruimeltjes. Woe. Zie je dat? Maar de eendjes die krijgen niks te pakken. Kijk, daar zwemmen de eendjes. Daar. Zie je dat? Ja, allemaal meeuwen. Zullen we nog een paar stukjes gooien? Wow. Wat is allemaal? Wat is allemaal? Ja. Hé, eten alle meeuwen de broodkruimeltjes op? Ja, van de eendjes. Kijk, daar komen de eendjes aan. Nou is het brood op. We hebben de meeuwen alles opgegeten. Stoute meeuwen. Stoute meeuwen. Stoute belletje. Ja, oh, kijk. Oh, kijk dan. Die gaan zelfs de eendjes vechten met elkaar. Stoute belletje. Ja. Ja. Ook allemaal meeuwen, hè? Ja. Allemaal meeuwen. Zeg maar dag, meeuwen. Ja. Dag. We gaan even verder wandelen. Kom maar, gaan we weer een trapje op. Goed zo, Luxie. Ja, je muts niet vergeten. Je muts, je muts. Dat is je muts, die had je daar neergelegd. Ja, dat is je muts. En nou, gaan we even verder wandelen. Hopelijk kan Luxie zo even lekker haar slaapje doen in de kinderwagen. Als ik even een rondje met haar wandel. Luxie? Luxie, heeft die muts zelf opgezet. Ah, Luxie, wil je in de kinderwagen zitten? Lux? Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Kom je in de kinderwagen? Kom maar. Nee? Ze zegt nee. Ze is bijna twee, dus dat kan wel kloppen. Met die sokjes erbovenuit. Het is me er een. Dag, Luxie. Dag. Ga je zwaaien? Dag. Ach, schatje. Hé, waar gaat dat meisje naartoe? Waar gaat het kleine meisje naartoe? Luxie. Hallo, waar ga je naartoe? Wil je weer naar de eendjes? Ja. Oh, schatje. Eendjes zijn weg. Zie je dat? Eendjes zijn weer weggevlogen. Ga je met mama mee? Ga je met mama mee, schatje? Dag, eendjes. Wij gaan verder met onze wandeling. Wij gaan verder met onze wandeling. En die traantjes van de kou. Nou, nu zijn we in de auto. Het was heel leuk op stroom. En nu gaan we even naar mama. Want wij gaan nu naar huis. Hallo, we gaan nu lekker naar huis. En ja, nou, en leuk dat we weer naar huis gaan. En mijn haar zit er niet uit, jongens. Ik had zo druk. De kinderen zijn weer lekker thuis van school. En wat gaan wij doen? Nou, kijk maar! Dat zegt ze nog niet zoveel volgens mij. Nee, we gaan, ik wou even een beetje de restjes van de feestdagen opmaken. En dit hadden we nog in de kast liggen. Dat is een chocolade fondue pakketje. En ik dacht eigenlijk van, oh, dat is wel lekker als toetje voor bij het kerstdiner of zo. Maar dat heb ik gewoon helemaal niet meer gedaan. We hadden gewoon veel te veel lekkere dingetjes. Dus het is een beetje over. Dit is een comet chocolade. En een soort chocolade fondue idee. En ik dacht, ja, moet het toch opmaken. Misschien wel leuk om met de kinderen te doen als ze uit school komen. Dus ik heb hier allemaal lekkere gezonde dingetjes. En ook ongezonde dingetjes. De lange vingertjes heb ik er ook bij gedaan. Maar voor de rest allemaal lekkere gezonde groentjes. En de bedoeling is dus dat ze dat kunnen gaan dippen door de chocolade heen. Of het gaat lukken, dat is twee. Maar dat gaan we vanzelf zien. 1, 3, 2, 1. Ik ga hem zo openscheuren. Oh. Hè? Hè? Het zijn bakjes. Kijk dan, heel grappig ook. Het zijn bakjes met chocoladebolletjes. Puur wit en melk, heb ik het idee. En ik denk dat je dat moet laten smelten. Dit, twee. Ja, dan moet je laten smelten. En dan moet je dan hierin doen. En dan kan je zo fruitje er doorheen dopen. En dan heb je chocola over een aardbeidje. Ja, of over lekker. Ja, oh, kijk, daar komt Luan al aan.
Ik kan 3 tegelijk. Ja, heel goed. Nou, jongen, inderdaad. Ziet er heel professioneel uit, jongen. Ja. Goed opgelet in het restaurant. Nee, Sil. Oh, je mag wel eentje. Kijk eens. Mag er maar eentje, ja. Mama heeft er ook een stiekem eentje op. En Luxie ook, hè, Luxie? Dan gaan we heel even de chocola uit het zakje halen. En even in de bakjes doen. En ik denk dat ik het even in de oven zet. Zo. Ja, er staat op in de grill. Maar grill, ja, ik heb niet echt een grill. Het is gewoon een oven. Dus ik probeer het eerst in de oven. En dan hopen we dat het gaat smelten. We gaan het zien. Keurig. Nou, het zit allemaal lekker op tafel. Maar volgens mij wordt het nu al gewoon zo opgesnoept. We moeten er de chocolade nog omheen doen. Vind je het zo lekker, Luxie? Ja, dat is ook lekker, liefie. Kijk, dus eerst hier. Nog in. En de witte, dat is ook heel lekker. Gewoon alles, hoor. Daar. Zo. Oh, we gaan donker van naar licht. Dan, ja. Ja, dat is leuk. Melk daar. Ja. Oh. Het ziet er wel heel lekker uit. Melk hier. Ja. Heel goed. Oh, ja. Nou, dan gaat mama dit eens heel even in de oven zetten. En dan ben ik heel benieuwd of dit überhaupt gaat lukken. Tada. Zo. Ja, dat is wel bijzonder. Even wachten. Ja. En ondertussen heb ik ook nog even een pannetje melk opgezet voor chocolademelk. Want we hebben ook nog van deze leuke chocoladestokjes waar je zelf chocola kan maken. Oh, trouwens, als jullie denken, heb je nog steeds die boom niet weggehaald? Nee. Klopt. Oh, gezellig. Heb ik er eigenlijk helemaal geen zin in gehad. Vooral. Ja, dat is ook gezellig, hè? Geen zin. Ja, maar je ziet aan de boom wel dat hij niet zoveel water heeft gehad in de vakantie. We zijn een week weg geweest. Dus hij is een beetje gaan hangen. En och, poppeke, jongens. Kom hier. Zachtjes, hè? Uitkijken voor Luxie, jongens. Die loopt ook rond. Nou, ik ga eens even kijken of het gaat lukken met die chocola. Of er al iets gaat smelten. Nou, er smelt al wel wat. Maar dan gaat hij nog steeds door. Ja, ik ken het echt niet. 1, 2, 4, test. En... Wat was dat, Luxie? Het is een auto. Ja. Weet je niet waar je moet lopen? Krijg je zomaar iedere keer een auto tegen je pootjes aan? Nee? Oh, hij is helemaal naar kapot grond. Oh, die hond is helemaal naar kapot grond. Die jongen. Oh. Ach, jongen toch. Och, dat tongetje. Kijk dit kopje dan. Dit is toch niet normaal, dit kopje? Ja. Dit is een auto. Ja, dat is een auto. Wat is dat dan? Oh jee. Ik heb even niet opgelet. De melk is een beetje te ver gekookt. Oh, mama. Ja, sorry jongen. Mama was even druk bezig met naar jullie te kijken. Nu hebben we hier deze kopjes. Kijk, dan gaan we zo. Heel voorzichtig. Zonder te knoeien. Overal melk in doen. Nu heb ik hier dus een lekker chocolade. Oh, scherp. Chocola, scherp. Dus een lekker chocoladeblokje. En die doe ik dus in de warme melk. En kijk wat er gebeurt. Als het goed is, gaat die smelten. Dan krijg je echte chocolademelk van melk met echte chocola. Hoe leuk is dat? Ondertussen ga ik even kijken of de chocola... Oeh. Hè? Wat? Hè? Wat? Oké, ik ga hem even uithalen. Volgens mij is het niet helemaal gelukt. Hè? Ja. Het lijkt wel of het verbrand is. Nee, ik ga even kijken. Tut. Ik haal het heel eventjes eruit. Zoals jullie zien is het niet helemaal gelukt. Kijk, zo ziet het er nu uit. En Luan zei al heel slim, ja maar mama, in de oven wordt iets toch hard en niet gesmolten. Je bent slimmer dan mij dan, denk ik, jongen. Maar wat ik nu dus ga proberen... Oh, dit ik eigenlijk... Oh.
Het gaat weer helemaal niet goed. Maar goed, ik ga nu proberen het in de magnetron te zetten. Het staat nu in de magnetron. Misschien dat het... misschien dat het nu... Oeh! 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 Zagen jullie dat? Oh, ik krijg het helemaal heet van. Nee, kijk even uit. Zo meteen ontploft die oven. Nee, ja, ik denk nu inderdaad, aluminium kan niet in een magnetron. En wat doe ik? Ik zet een aluminium schaal in de magnetron. Oh man. Zag je het geen... vuur? Ja, ja, zo'n flits. Ik weet niet of jullie het ook zagen. Ik vlogde wel, maar ik weet niet of ik scherp was. Oké. Okay. 3. Let niet op de rotsen eromheen. 2. Trek! Poep! Museum! Oeh. Oké, dat was ook niet helemaal handig. Ah, jongens! Hoe gaat dit nou oplossen? Kijk uit. Mama, ik denk dat we het gewoon zo moeten opsmikkelijken. Oh, kijk dan. Zie je zien? Ja, niet aankomen hoor, het heet. Niet aankomen, Lux? Nee. Nou. Gaan we hier in dopen. Ja, ja. Zal ik dit eens proberen? Het is een beetje hard geworden. Het maar lijkt deze... Het lijkt op olifantenpoep. Ja. Het lijkt inderdaad op... olifantenpoep. Een beetje op poep. Nou, olifantenpoep. Kijk dan, en dit ook. Dit is helemaal hard geworden. Maar goed, deze kunnen we wel een beetje doen. Kijk, dit is wel een beetje gesmolten. Heet, lieverd. Ja, dat is heet hoor, schatje. Nou, we gaan er wat van maken, goed? Daar zitten we dan. Bij onze mislukte chocoladefondue. Mama vindt het wel een beetje zielig voor jullie. Dat het mislukt is met de fondue. Of vinden jullie het niet zo erg? Heel erg. Ja? Hoef je het niet, liefie? Oh, maar gelukkig kunnen we wel de fruitjes eten. Maar we kunnen het wel proberen. Nee, kijk, deze. Nee, deze is echt. Dat was de witte chocolade. Dit is echt helemaal niet goed gegaan. Dit is echt een beetje melk. Een derrie. Een heel hard stukje zo. Dat is ook niet echt goed gegaan. En dit. En dit gaat nog wel. Kijk, weet je wat we dan gaan doen? Maar want die lijkt op olie. Heb je wel eens olifantenpoep gezien? Ja, liet je dit ook waar? Ja, deze wilde wereld. Oh, want een keer echt? Hoge olifantenpoep en zo. Echt waar? Ja. Luxie vindt het ook ba. Luxie ook ba? Ja. Maar wil jij komen om te eten? Ja, kijk, we gaan eens proberen, want hier hebben we dus een druif. Oh. Nou, kijk, mama had heel leuk allemaal mooie schaaltjes neergelegd. En dat doen we er dus doorheen. Kijk, dat is de bedoeling. En dit gaan we dan opeten. Nee, ik durf niet. Nou, wie wilt het eerste hapje? Luxie? Nee? Nee. Luan? Lucilla? Is dat lekker? Nou, niet echt heel lekker. Oh. Maar het smaakt ook wel. Het smaakt wel oké. Okay. Wil Luxie ook een hapje? Het smaakt heel erg aangebrand. Een beetje aangebrand. Dit is wel lekker volgens mij hoor. Hé, dit moet toch wel lekker zijn? Als de kinderen het niet willen proberen, dan moet ik het toch maar zelf ook doen. Ja, ik moet toch immers het goede voorbeeld Wat geven. Wat is jij eigen schuld? Dat is mijn eigen schuld. Ah, Luxie, die kijkt heel vies naar mij. Oh, ja. Ja, ik proef wat jij bedoelt. In eerste instantie denk je, lekker chocola. En dan komt die verbrande geur. Of die verbrande smaak. Ah. Ja. Nee, die kun je niet opeten, jongens. Ah, oh, sorry, jongens. Dan zetten we deze gewoon weg. Bye. En dan kunnen we hier... Het is vieze saus. En dan kunnen we hier lekker van snoepen. En van die. Oh, daar eet mama die nog even op. En die. Mm. Oh. Ja. Nou. Kunnen we hier nog even lekker van snoepen, hè? Ja, ik heb een keer roken. Nu wel. Roken is vies. Ja, en ongezond, hè? Ja. Dit is trouwens de chocolademelk geworden. De chocola is niet helemaal gesmolten, maar dat is wel heel erg lekker om zo op te snoepen. Een lekker gesmolten chocola. Nou, dit maakt het voor mij nog wel goed voor kinderen. Luan vindt het zielig voor mij. Die heel veel foutjes maakt. Ja. Maar jullie vonden het wel een leuk idee, hè? Ja. Want het idee was leuk. En de fruitjes zijn lekker. Ja. Nou, nu lekker voor de bank ploffen, filmpje kijken. En lekker chillen. En we kijken even lekker een televisietje op de bank. Wat heb je daar? Oh, die is inderdaad auw. Ze zegt auw. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat beentje kapot gemaakt? Heeft Woesel dat gedaan? Ja. Oh, schatje, je Barbie-popje.
Ja, Woezel is echt een knaagdier eigenlijk, hè? Ja, het voetje van de Barbietje heeft Woezel eraf geknaagd. Zie je dat? Ach, liefie. Gelukkig is het maar een popje. Ja? Nou, maar poppen kunnen ook gevoel hebben. Oh ja? Nou jongen, poppen hebben geen gevoel. Ach, kijk dan. Dat is lief van jou. Oh, Sil, dat is lief. Zo, en papa heeft lekker gekookt. We eten vanavond vlinderpasta. Ja! Vond je het weer een leuke vlog? Doe even dan. Duimpjes omhoog. En die zal weer een klein belletje. We zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Volg je hart, bonbon mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bonbon mee.